Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video van TNO Gaming. Nu wil ik het even houden over de VN. Echt, what the fuck. Wat ik heb gehoord, ik zag het nieuws. En daardoor was er bij de VN, wacht even, ik pak even een krantenbericht eruit. Was er bij de VN, was er een, willen ze opheldering over Zwarte Piet. Ik bedoel, ik wil niet te veel zeggen, maar what the fuck. Wacht even, ik pak even dat krantenbericht eruit. Wacht even. Nee. Even. Godver, ik heb hier geen internet. Nevermind. Oké, hoe dan ook, even aan. Er werd onderzoek gedaan naar Zwarte Piet, omdat die bij de VN veel klachten binnenkwamen over dat het een racistisch stereotype is. Nou, naar mijn idee is dat niet zo. Nee, echt niet. Want wat het dus is met Zwarte Piet. Zwarte Piet, dat is mij gewoon aangebracht dat ik gewoon mezelf wijs maak van hey, waardoor is hij zo zwart? Nou, ik dacht, schoorsteenroet. Misschien, het is gewoon de knecht van Sinterklaas. En wat is daar mis mee? Ik bedoel, waarom is het een racistisch stereotype? Dat snap ik niet. Ik bedoel, Sinterklaas wordt echt al decennia gevierd. Echt gewoon best wel, ik weet niet hoe lang. Mijn vader vierde het. Ik weet niet of mijn opa het vierde. Waarschijnlijk wel of zo. Maakt me niet uit. Maar, VN, what the fuck? Dit slaat gewoon nergens op. En dat moet ik je echt eerlijk zeggen. Gewoon, nee. Dit is echt 10 keer niks. De VN, jullie gedragen je echt als... dit is een speciaal bericht voor VN. Jullie gedragen stel homo's... Jullie gedragen je echt als idioten. Ik bedoel, Nederland hoort al ongeveer 60 jaar bij de VN. En dan kom je echt... Het wordt al langer gevierd dan dat de VN er is. Dus dan komen ze er pas nu mee. Ik bedoel, ik wil niet veel zeggen, maar een beetje laat, jongens. En ja, dus dat is echt gewoon... Nee, dat is echt gewoon een nee. Echt, het is echt kut bedacht. Ik bedoel, ze hebben gewoon niks meer te bespreken gewoon bij de volgende vergadering. Ik bedoel, ja, ga dan praten over Syrië of zo. Dat is pas echt erg. Maar ga niet zeuren over Zwarte Piet. Zwarte Piet, dat is gewoon iemand, dat hoort gewoon bij Sinterklaas. Dat hoort bij Nederland. Ik bedoel, ik wil niet veel zeggen, maar ja, Zwarte Piet verbieden? Ik bedoel, het is altijd Sinterklaas en Zwarte Piet. Ik heb nooit gehoord van Sinterklaas en Blanke Piet. Blanke Piet. Dat klinkt niet. En ook, ja, ik zag eens een keer een paar jaar terug een bericht over een Sinterklaas dat werd gevierd in Amerika. En er was een Blanke Piet. Een Blanke. Nee, dat was echt niks. Want dan zie je ook gewoon bijvoorbeeld, stel, ik ben 6. En we vieren Sinterklaas. Gewoon het gezellige avondje thuis. En dan komt ineens Zwarte Piet binnen. Dan komt Zwarte Piet, eigenlijk Blanke Piet binnenlopen. Dan zie je gewoon dat het je vader is. Ja, hoi kinderen, hier de pijpendotel. Ja, ik bedoel, met Zwarte Piet, dan is je vader echt helemaal gesminkt. Echt gewoon alles is zwart, je denkt echt... Je denkt twee dingen. Is dat een pedo? En nee, waarschijnlijk niet. En ja, het is leuk. Het is je vader. Je denkt, dat is Zwarte Piet. Dat is de knecht van Sinterklaas. Hij is je held. Ik bedoel, vroeger... Dat was leuk. Vroeger speelde ik altijd... Ja, dan hadden we een musical. Dan speelden we Piet. Met Gim hadden we een Pieter diploma. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar Pieten, dat zijn gewoon gerespecteerde, ja, ik zie ze gewoon vroeger, ze waren gewoon in mijn jeugd, waren het gewoon echt helden. Het waren gewoon echt gewoon zo, het waren van die mensen, waarvan je dacht, als je echt gewoon helemaal depri was van Sinterklaas, dus echt gewoon, je was echt alles zat, je had gewoon bijvoorbeeld net ruzie met je ouders, komt Zwarte Piet langs, en die zegt, hey, wil je een spelletje doen of zo? Ja, weet ik veel wat Zwarte Piet zegt, maar... Waar de VN ook niet aan denkt, is dat er zijn duizenden kinderen die nog, ja, die Zwarte Piet, ja, die denken aan Zwarte Piet. Die Zwarte Piet nog geloven erin.
En dan kan jij lekker, kan de VN lekker die kinderen vertellen, ja, Zwarte Piet, dat mag niet meer. Ja, ga maar lekker naar Blank Piet. Ik denk, what the fuck? Nee, serieus. Het slaat nergens op. Helemaal nergens op. Echt, ik vind het gewoon 10 keer niks. Nou, dat is mijn mening. Laat je mening achter in de comments. En dan wil ik nog een paar dingen zeggen. Vonden jullie deze video leuk? Groen duimpje. Slecht. Groen duimpje. Traumatiserend. Slecht. Heb je tussen de 0 en de 11 vingers? Groen duimpje. En dan zit je zeggen, later.